Gaan we dat doen met de tang? Ja. We gaan de tand uithalen. Proberen. Goedemiddag, leuk dat jullie kijken weer naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. En we zijn in de ochtend eigenlijk al heel de tijd bezig geweest. Dus toen heb ik niet gefilmd. Ik ben nu een thee aan het zetten. Dat is volgens mij de 12e keer dat ik de waterkoker aanzet vandaag. Want elke keer pak ik weer andere dingen en dan is het weer koud eer dat ik mijn thee wil zetten. Wat is het te zeggen? Wil je van hallo zeggen? Wie wat aan het? Dus nu eindelijk een thee en ik heb er zo'n trek in. Het slaat echt nergens op, ik heb nog steeds geen thee op. Maar goed, we hadden hele leuke plannen voor vanmiddag. Maar het valt allemaal letterlijk een beetje in het water buiten. Want het regent. En daar hebben we niet veel zin in. Dus nou, dan maar hier. We vermaken ons wel genoeg in huis. Het komt goed. Nou, het is me gelukt. Ik heb een thee. Dus even een momentje even lekker zitten. Voorbij komen. Het is per slot van rekening vakantie, dus dan moet dat ook wel even. Hi! Mama, ik wil mijn tand er vandaag uit. Hoe moet dat? Wil je je tand uit? Ja. Zullen we eens op YouTube gaan kijken? Ja! Ja? Gaan we eens kijken wat dan voor ideeën. Dan ga je wiebeltekst opzetten. Wiebeltekst van de wiebeltanden. Wiebeltekst van de wiebeltanden. Nou, ik weet niet of ik daar iets op vind. Ik zit lekker zo even te filmen. Wiebeltekst. Dat kent hij niet. Van de wiebeltanden. Wat vindt hij daarop? Ik ben wel benieuwd. Hey, hij vindt wel dingen. Tanden uittrekken, auw. Kijk, als je wiebel... Wat hadden we nou? Wiebeltekst van de wiebeltanden. Dan krijg je gewoon resultaten. Maar voornamelijk Play-Doh. Wiebeltand. We gaan eens kijken wat voor ideeën we allemaal kunnen vinden. Doe eerst die van de Play-Doh. Idee nummer 1. Zo. En dan ga je heel hard bijten. Met die tand. Niet met de tong. Pak hem zelf vast. Zo, met de tong bijten dan. Ah, het moet de tong bijten. Ondergebied erin zetten, joh. Heel, nee, heel hard gaan bijten. Nee, met de tandje. Daar zit een tandje, dus... Je moet met de tand gaan bijten. Nou, Sarah heeft de appel gepakt. Ze gaat het ook proberen. En je hebt het net gezien in het filmpje. Ja. Goed bijten, recht. Oh, oh, oh. Met die wiebeltand bijten. Oh. Ja, en, ja, bijten. Je doet het supergoed. En, is die eruit? Nee. Kijken? Nee, nog een keer proberen dan. Oh. Goed met die wiebeltand, hè? Oh, dat is erg fijn. Ja, zo komt hij eruit. Jij wil hem heel graag uit. Bijten met die wiebeltand. Bijten. Auw, dat is erg heel veel pijn. Ja. Dit kan niet. Nee, werkt dit niet? Nee. Is dit het hem niet? Nee. Idee 2. Ik heb ondertussen draad gepakt. Ik heb speciaal voor Sarah paars gepakt. Dat is de lievelingskleur. Dus die gaan we even om de... Ja! Dus die gaan we even om de tand binden. Oké, Sarah heeft het touwtje en die gaat trekken. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Hard, hè? In één keer. Oh. Ja, het is zo'n klein tandje. Het is zo verschrikkelijk knopen. Gaan we nog een poging doen? Nee. Idee 3. Vastpakken en in één keer heel hard gaan trekken. Poging 3. Okay. Doe maar. Ja. Pakken en op je allerhardst. In één keer. Ja. Niet twijfelen. Mama, het lukt me niet met mijn vingers. Probeer het nog eens een keertje dan. Hij glijdt er weg. Hij moet eruit, maar je vindt het eng. Idee 4. Ziet er al uit? Moet papa eraan trekken?
op mijn vingers bijten, hè? Heb je hem? Ik heb hem eruit. Moet ik hem eruit gaan proberen te trekken? Ja? Voelen? Hij is denk ik een beetje nat. Wacht, dat doe ik even voorzichtig wat droger maken. Handje weg, opa. Kijken of ik er grip op krijg. Hij is echt heel los. Opa, opa. Ik krijg hem niet te pakken. Want er zit... Je hebt zo'n klein tandje. Hij is nat. Kom eens. Laat hem nog een keer proberen. Ik krijg hem niet te pakken, joh. Zal ik het zelf doen? Nee. Wil je het zelf proberen? Ja. Goed pakken en in één keer heel hard trekken. Lukt mij ook niet. Nee, we krijgen hem niet te pakken. Kom maar, nog een keer. En kijken. Hij is echt los genoeg. Ik krijg gewoon geen grip. Idee 5. En dan kom je tot de conclusie dat je geen tang in huis kan vinden. Omdat je man altijd al het gereedschap meeneemt. Dus we zitten nu in de ouders, of in de auto op weg naar mijn ouders. Mijn vader die, ja dat was wel grappig hè. Op weg naar mijn ouders om een tang daar te halen. Ik heb al gebeld, die ligt klaar. Dus dan gaan we de volgende poging wagen. Ben benieuwd of het dan lukt. Gaan we dat doen met de tang? Ja. We gaan het tand uithalen. Proberen. Goed je mond open. Stop. Nee, heel pijn. Ja, het zal een beetje pijn doen. Maar als het heel erg pijn gaat doen, dan hou ik op. Durf je nog een keer? Ik doe hem een beetje schoon te maken. Droog maken, hè? Dat deden we net ook. Dan heb je meer grip. Ja. Oké. Ik knijp al. Het is moeilijk, hè? Grip op die tand krijgen. Ja. Dat had ik ook met trekken. Ik durf wel te trekken, maar ik blijf gewoon niet hangen. Stop. Oh, hij had hem niet goed beet. Dus dat viel wel mee, denk ik. We zijn weer thuis en we krijgen gewoon geen grip op de tand. Terwijl hij zit zo los. Dus het eerste wat Sarah deed thuis is weer verder proberen te gaan. We hebben net gegeten en de tand is nog niet uit. En het eerste wat Sarah doet daarna is op de bank. Want ze wil zo verschrikkelijk graag de tand eruit. Dus ik ga gewoon nog een poging wagen. En lukt het niet, dan geef het op, want het is echt bedtijd dan. Terug bij de appel. Auw, kom op bij je. Oh nee. Net een verdrietig meisje op bed gelegd, want de tand irriteert er zo en ze heeft er echt last van. En hij gaat er gewoon niet uit, terwijl hij zit zo los. Je ziet echt aan alle kanten, kan je er gewoon onder kijken en alles. Maar goed, ze zal er even mee door moeten blijven en anders gaan we begin volgende week gewoon even naar de tandarts. Maar ik hoop voor haar dat hij eruit valt zelf, want zoals ik al zei, ze heeft er echt wel last van. Ik ga nog snel een vlog editen. De vlog staat weer op, dus ik ga opruimen en dan ga ik lekker mijn bed in slapen. Morgen ben ik zo vroeg op, dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En zie ik je morgen. Doei!